Philippe Clément, voor de tweede week op rij verstoort corona eigenlijk jouw wedstrijdvoorbereiding. Deze keer niet voor jouw eigen ploeg, wel bij de tegenstander. Hoe moeilijk is dat om voor te bereiden? Want het zijn twee verschillende situaties. Welke is nu de moeilijkste? Ja, ook bij ons. Hè. We hebben vandaag pas geweten dat iedereen negatief was. Dus dat is geen normale voorbereiding. Maar dit is de nieuwe realiteit voor elke coach over heel de wereld. Dus we moeten ons eraan aanpassen. Is dat leuk? Nee, want we willen alles plannen. Het is veel moeilijker. En hoe komt dat eigenlijk dat u dat zo laat wist? Oké, ja, dat zijn testen die gebeuren en wanneer dat de resultaten zijn. Ik ben voetbalcoach, ik moet mij op het sportieve concentreren. En dat is het allerbelangrijkste voor mij, om me daarop te focussen. Maar ik kan me wel inbeelden dat het moeilijk is om de plannen weer te hertekenen. Ja, dat hebben we vorige week tegen Zenit ook moeten doen. Dus ja, dat kan altijd twee kanten uit. Maar goede ploegen die goed voorbereid zijn, die zijn niet altijd voorbereid met 11 spelers en met heel een groep voorbereid. Dat hebben de jongens bewezen in Zenit ook. Dat ze allemaal goed wisten wat ze moesten doen op het veld. Ook de jongens die dan inkwamen voor anderen die met COVID besmet waren. Dus ja, dat is hetzelfde bij alle ploegen zo. Als ik kijk naar de opstelling, dan zie ik Mechelen niet in de basiself. Hoe kan dat? Ja, dus gewoon een kwestie van rotatie, frisheid. Ook tegen Lazio? Ja, Odilon Kossouno is ook een jongen met veel kwaliteiten. Als ik hem in zulke wedstrijden niet zet, gaat hij ook niet beter worden. Dus dat zijn ook wedstrijden dat hij ervaring moet opdoen. En dat hij zijn kwaliteiten moet kunnen tonen. En hij heeft dat ook al getoond op dat niveau. Zoals tegen Paris Saint-Germain bijvoorbeeld vorig jaar. Dus ik vraag dat vandaag ook gewoon. Hoe speel je vandaag? Met 4 of met 3 verdedigers? Een beetje van beide. Een beetje van beide. Leg eens uit. Ja, nee, dat zullen jullie wel zien op het veld. Ik wil niet te veel uitleggen op voorhand. Ja. Nu, Lazio is wat verzwakt natuurlijk door de corona-perikelen daar. Ja, hun topschutter is er niet bij. Dat is toch een streep door hun rekening en misschien een meevaller voor jullie? Ja, dat zal Zenit vorige week ook gezegd hebben. Anderzijds, ja, we hadden ook een plannetje rond het verdedigend werk van Luis Alberto. Die wordt nu vervangen door iemand anders. Misschien valt dat plannetje daardoor ook in het water. Dus alles heeft altijd voor- en nadelen. Maar als je deze ploeg van Lazio ziet, zie je wel 10 van de 11 jongens die international zijn. 1 jongen niet, omdat hij de pech heeft dat hij in Spanje geboren is. Want dat hij in een ander land was, was hij ook wel international geweest. Hij is de jongste speler van hun ploeg, 24 jaar. Dus dat is nog een klein verschilletje met ons. En ja, zijn allemaal jongens die al Champions League, Europa League, Serie A gespeeld hebben. Veel interlands ook. Dus je kunt moeilijk over een B-elftal spreken. Het is gewoon een ploeg met heel veel ervaring, heel leep, heel georganiseerd ook. Die ook niet geïnteresseerd zijn in balbezit hebben of zo. Maar die gewoon geïnteresseerd zijn in die match te winnen en sterk te counteren. Nog een laatste vraag. Ga je nu nog iets aanpassen tussen nu en de wedstrijd? Nee, we gaan niks meer aanpassen nu. Veel succes.